We gaan naar Captain America Civil War. Yes, bij de Magic Kingdom. The Magic Kingdom. Met wie gaan we? Met Thijs. Yay! Lekker Marvel geeken. Yes. Lekker gewoon kijken naar superhelden in tights en shit. Super veel zin in. Ik ga hun ook uitleggen wat er allemaal gebeurt in de film. Aangezien ik waarschijnlijk iets meer weet van Marvel dan deze twee heren. Dus let's go! We hebben dus gisteren Civil War gezien, Captain America 3, of Avengers 2,5, zoals je hem ook absoluut kunt noemen. We hebben de film even laten bezinken, we hebben er even over nagedacht. Awesome, awesome. Het is wel anders dan de comics, maar de opbouw zeg maar, naar de Cinematic Universe is gewoon zeg maar, de oploop naar hier naartoe. Iedereen zijn motieven zijn bekend en ze hebben het gewoon perfect tot een hoogtepunt. Team Cap, Team Iron Man, het is gewoon awesome, het is gewoon tof. Ze hadden het niet beter kunnen doen. Alles wat mis is met Batman vs Superman doet Marvel gewoon goed. Het is gewoon een kick in the nuts gewoon en dat... Het is echt, ik denk, mijn favoriete Marvel film tot nu toe. Ik heb allemaal een beetje een voorliefde voor Avengers 1. Maar dit gaat er misschien nog wel overheen. Gewoon ook omdat hij zo... De actie is gewoon, alles is goed. Er zit een hele goede opbouw in. Het is een film van 2,5 uur. Dus het is best wel een lange zit. Maar het gaat gewoon zo lekker door. En er zit een idee achter. Inderdaad, wat je zegt... Bij Batman vs Superman doen ze echt alles fout eigenlijk. En dat wordt alleen nog maar bewezen met deze film. Ja. Die mensen van DC Comics, die zitten echt te huilen in een hoekje, denk ik. Nadat ze deze film hadden gezien. Hadden al therapie nodig. Maar na het zien van deze film denken ze echt van... Dat komt nooit meer goed. Kunnen ze gewoon naar Arkham Asylum gaan. Ja, precies. Maar zeg maar, wat ik ook heel goed vond, zeg maar, wat ze in DC dan hebben gedaan met hele neppe cameo's. En van, oh, we plaatsen even al die characters erin. Hier, hoe Black Panther en Spider-Man geïntroduceerd worden in deze film. Het is logisch, maar ze laten nog gewoon super veel ruimte voor die solo movies die in 2017 en 2018 uitkomen. En het bouwt gewoon op. Je weet waar ze naartoe willen. Het is echt alsof je zeg maar, een serie in de bioscoop kijkt. En dit is gewoon een van de vetste afleveringen van die serie. Er zijn echt best wel wat parallellen te trekken tussen Batman vs Superman en nu Civil War. Ik bedoel, het hangt eigenlijk een beetje op het hetzelfde verhaal bijna. Hetzelfde probleem stuurt ze de wereld in. En dat doet Marvel gewoon fantastisch goed. Civil War belooft natuurlijk heel veel, nou ja, een knokpartij tussen de twee kanten. En die wordt wel echt ingelost. Ja, ik vind dit de allerbeste. Met stip denk ik ook. Waarom? Ik vind het tot nu toe de eerste Marvel film die twee dingen helemaal ook goed doet. Wat normaal altijd bij elke film zo'n beetje het gebrek is geweest. Dat het niet een einde is waar een groot gevecht boven de stad is. En de bad guy. Namelijk, er is niet echt een hele, zo'n stereotype bad guy. Ja, Baron Zemo wordt dan neergezet. Precies. Hij is gewoon eigenlijk best wel een normaal persoon. Niet iemand die ook superkrachten heeft of iets dergelijks. Zeg maar eigenlijk is het gewoon heel slim. Nee, hij zet gewoon twee dingen tegen elkaar op. Ja. Bij Lex Luthor in Batman vs. heb je geen idee waarom hij dit eigenlijk wil. In deze film had ik gewoon... Ik snapte ook de motieven van de bad guy, zeg maar. Die zijn heel, heel duidelijk en goed neergezegd. En hij wordt goed gespeeld. En door een wat subtielere bad guy ligt de focus helemaal over die strijd tussen Team Cap en Team Iron Man. En dat vond ik... Dat is de kracht van de film. Dat het gaat echt over de Civil War. Eigenlijk. Maar niet alleen het gevecht, maar ook gewoon de mentale precies. Strijd ook. Gewoon ja. In het dagelijks leven kun je het ook met elkaar oneens zijn. Maar ja. Het is allemaal zo duidelijk waarom ja. Ze het met elkaar oneens zijn. En dat ja. Is gewoon heel tof gedaan. Ja. Het grote eindgevecht, zeg maar, is gewoon eigenlijk veel intiemer dan in de normale film, zeg maar. Het zijn eigenlijk drie gasten bij elkaar. En dat werkte gewoon, vond ik, veel beter dan dat er weer de zoveelste stad moet worden verwoest. Met, ja, zeker. Weet je wel. En ja. Daarnaast vond ik sowieso de actiescènes in deze film waanzinnig. Heel echt goed. Waanzinnig goed. Zeg maar, de eerste al gelijk, eigenlijk de opening met die Afrikaanse stad. Ja. Holy crap, wat een goede actiescène. En ook een van mijn favoriete personages is altijd Black Widow. Is ook omdat ik een kleine voorliefde heb voor Scarlett Johansson. Haar vechtscènes worden per film toffer. Bijna een beetje Jason Bourne-achtige actie in deze ja. film. Gewoon, het gaat zo snel en zo, maar toch heel goed te volgen. En dat vond ik dat was echt heel vet. Heel vet. Persoonlijk, wat ik het allerleukst vond, was Spider-Man. Ja, Spider-Man. Het is mij zo bijgebleven, dat ja. stukje van Spider-Man. Ja. Wat een fun karakter is dat. En wat ja. hebben ze die goed gasten ja. gekozen. En ik vind ja. het ook grappig dat het, zeg maar, het is een beginnende Spider-Man. Dus hij is ook nog super onzeker. Ja. Hij wil de hele tijd bevestiging. Terwijl de Spider-Man die je kent is natuurlijk die witty guy die altijd overal opmerkingen over heeft. En ik vind het ook grappig dat op een gegeven moment Falcon ook zegt van, yo, we zijn aan het vechten. Hou je bek even. Ja, hij is nog onzeker.
onzekerheid nog aan het beginnen. Hij kijkt heel erg op naar Tony. Want natuurlijk, beide hebben ze gewoon tech weapons, zeg maar. Dus hij is gewoon een fanboy. Ja. Net zoals Ant-Man dat is van Captain America. Precies. Dus er waren nu zeg maar twee fanboys ja. in beide. En dat vond ik ook leuk. Ik vond dat namelijk Ant-Man. Eigenlijk komen ze allemaal voor één scène opdraven. Ja. Maar het wordt wel heel goed gedaan, zeg ja. maar. Weet je wel? En dat vond ik ook heel tof van de film. Dat aan de ene kant is dit een film waar best wel echt wel intelligente ideeën in zitten. Gaat het echt wel over veiligheid en over overheid, zeg maar. En weet je wel, wat heel veel film paranoia een beetje. En veiligheid, hoe ver mag je gaan om mensen te beschermen? En waar ligt die grens? En aan de andere kant is het ook gewoon een film waarin gasten die kunnen vliegen en telekinetische powers hebben en een Spider-Man en op een vliegveld allemaal tegen elkaar gaan vechten. En het is nog steeds allemaal super geloofwaardig. Ja, het is 20 minuten Spidey die een stoot vangt van de Winter Soldier. Winter Soldier die denkt, wat de fuck precies. gebeurt hier? Ja. Ant-Man met nieuwe moves. Het is echt absoluut top entertainment. Ja. Het is 2,5 uur genieten. Die balans tussen verhaal en actie, die is echt heel goed perfect. Gedaan. Ja. Perfect. Ja. Ja. En Black Panther vond ik ook echt heel Black top. Panther is een tof personage. Wordt goed, ja. goed neergezet. Joe Russo en Anthony Russo zijn... Dat zijn ook wel hele slimme makers. Die hebben natuurlijk ook Community heel veel geregisseerd. En ja, die snappen het perfect. Die precies weten de juiste toon te vinden. In een humor. En serieus. In actie. Het is zo perfect gemonteerd, gedoseerd. Het is echt, echt ongelooflijk. Het enige wat ik niet snap is hoe ze nu zeg maar op gaan bouwen naar bijvoorbeeld een Doctor Strange wat er aan zit te komen. Een Thor die mist in deze film. Eigenlijk denk je bijna dat hierna alweer een Avengers film of zo voor mijn gevoel. En daar zitten nu in één keer 4 films tussen. Dus dat is het enige wat ik denk van waar gaan we naartoe ja. nu met de komende 4 ja. films. We zijn nu heel erg gewend in deze tijd van die franchises en dingen, dat je al heel snel een vervolg krijgt. Maar het heeft ook wel een beetje hetzelfde gevoel als 1980 was The Empire Strikes Back. En had je dat einde en moest je daadwerkelijk 4 jaar wachten voordat Return of the Jedi kwam, zeg maar. Dus wat dat betreft is het ook wel weer cool of zo. Dat je niet meteen ja. dat je op dit eindigt en nog even wat anders gaat doen. En dan de grote payoff laat nog wel echt eventjes op zich wachten. Spider-Man is de enige waar je eigenlijk een beetje verder gaat op dit verhaal. Want Iron Man is dan al bevestigd voor die. Ja. Maar voor Guardians of the Galaxy en Thor en Doctor Strange, dat gaat allemaal helemaal losstaan ja. van dit. Maar die zit ook zo ver weg. Ik bedoel, ja. want Thor die zit ook weer ergens anders. Guardians ja. of the Galaxy zit ook weer ergens anders. Doctor Strange zouden ze misschien nog wel kunnen laten afspelen voordat dit allemaal laat gebeurt. Dat je een soort van prequel-achtig iets krijgt. Je hoeft niet per se natuurlijk de hele tijd maar weer door. Nog één ding wat ik dan wat moeilijk vind is dat natuurlijk de laatste 2 Avenger films van Phase 3 dat gaat allemaal om die Infinity Stones. Mm-hmm. In de Phase 1 en Phase 2 wordt er heel erg naar die Infinity Stones opgebouwd. En wat dat betreft vond ik in deze film, het wordt even vermeld, maar er wordt verder helemaal niks met die Infinity Stones gedaan. En ja, in Doctor Strange natuurlijk wel. Als comic reader weet je dat. Maar dat miste ik wel. Zo een soort van, dit was eigenlijk een soort tussen of zo. Ja. Het was eventjes ertussen. Ja. Ik ja. zie gewoon de hele tijd Ben Affleck nu voor me. Ik ook. Die in dat ja. stoeltje zit, zo'n beetje zielig voor zich uit zit te staren. Sad Affleck. En die gewoon nu... Deze film zou ook zitten ja. kijken. Ja. Zo zit ik in de disco. Ik zou heel graag gewoon dat shot willen hebben. En dan in zo'n klein hoekje, terwijl je de film nog een keer kijkt. Ja. Gewoon zo'n in-screen ja. dingetje. Terwijl hij alle logo's maakt van ja. Nee, gewoon bij deze film. Gewoon ja. bij Civil War en dan alleen maar Ben Affleck die zo heel goed. Ja. Het voelde gewoon goed, het was een goede film, boven alles. De characters werden tof neergezet. Het was een mooie oploop van de eerdere dingen die je in de Marvel Universe hebt gezien. En mijn favoriete Marvel film tot nu toe. Dus ik denk gewoon een dikke 9. 9, dat is 4,5 ster. Dat is een 4,5 ster. 4,5 ster, let's get it. Een superheldenfilm die weer eindelijk eens wat meer is dan een standaard superheldenfilm. Spider-Man was ongelooflijk tof. De 2 kampen waren echt heel erg goed tegen elkaar opgezet. De verhaallijnen waren goed. De actie was fantastisch. De rust was daar. En het was gewoon lekker een beetje classy. Dus ik geef hem... Mogen we halve sterren geven? Dan ga ik ook namelijk voor 4,5 ster voor deze film. Ja, ik ga volledig qua argumenten mee. Ik vond de actiescènes waanzinnig. Ik vind alle personages hebben gewoon hun moment in de spotlight. In elke rol wordt gewoon super goed gespeeld. Er is een goede bad guy, er is een goed einde. Ik kan niet anders dan hem 5 sterren geven. Want ik doe niet aan half sterren. Als we niet half sterren mogen doen, dan ben ik ook 5 sterren. Nee, ik geef hem 5 sterren. Ik geef hem 5 sterren. Unaniem super positief. Ja? Tot nu toe, film van het jaar. Mhm.
Absoluut. En zullen we dan toch ook even eindigen met misschien een klein momentje stilte voor Zack Snyder en zijn vrienden van DC. Sorry jongens, maar volgende keer beter. Jullie hebben verloren. Ja. Ja. You've been kicked in the nuts. Ja. Maar je weet ook dat de volgende keer niet beter wordt. Nee. Moet er wel even stil zijn natuurlijk. Okay. Hoewel wel Doutzen in Wonder Woman zit. Dus. Nou, ik vind ook dat vind ik wel een lekkerdere wijze dan Doutzen hoor. Ja. Maar Zack. Dit momentje stilte is voor jou. Ik kan er niet langs zitten. Nee. Maar ik denk dat hij wel, ik vind wel dat Zack Snyder, als hij de Justice League gaat doen, dat hij volgende week in de bios moet gaan zitten, notitieboekje erbij. Ja. Misschien kan hij Ben Affleck meenemen. Ja. Maar ik denk alleen niet dat Zack Snyder kan lezen en schrijven. Nee, nou, maar dan maakt hij de foto's van. Weet ja, precies. Dus, leer iets, man. Leer je van, Zack. Leer je van. En Zack Snyder gaat de film ook op halve snelheid kijken, want hij heeft alles in slow motion. Ja, anders, maar de missie is dat ik anders. Hij heeft gewoon 5 uur nodig om die film. Maar Zack Snyder heeft ook een slow motion nodig om te snappen wat er gebeurt, want zijn geest niet snel genoeg werkt, weet je wel. We zitten de hele tijd Zack Snyder te bashen eigenlijk. Ja, maar daar heeft hij wel een beetje naar zichzelf aan gekeken. Hij vraagt erom. Ja, echt zo. Want jij bent comic book fan. Kunnen we een minuutje doen dat jij gewoon alles wat je weet in een minuutje probeert te proppen over wat er nog gaat komen? Wat er nu nog gaat komen? Wat hierna nog gaat komen? Ja. Welke films? Of wat voor verhaal? Wat verwacht je van de komende films tot aan Infinity? Ik denk dat. Ik ga je. Wacht even. Ik ga je timen. Je hebt een minuut. Je krijgt een minuut. En go! Doctor Strange wordt de origin story. Ik denk dat er weinig crossovers heeft met andere films. Dan heb je Thor Ragnarok. Dat wordt waarschijnlijk gecombineerd met Planet Hulk. En dat wordt, speelt zich allemaal af in space. Guardians of the Galaxy 2 kan eventueel een Thor crossover hebben. Dat Thor en Guardians elkaar tegenkomen. Spider-Man Homecoming. Daar zit Iron Man in. Ik denk dat een soort origin story wordt slash awesomeness. Black Panther wordt alles Wakanda. Waar komt Vibranium vandaan? Hoe komt hij aan zijn krachten? Dat wordt Black Panther. Infinity Wars gaat Thanos komt naar de aarde toe. Zoekt de Infinity Stones om de gauntlet te vullen. En dan gaan alle superheroes uit al die voorgenoemde movies. Die gaan gewoon zijn ass klappen in 2 films. Dat is hem. Wauw. Je hebt nog. Ik heb nog 12 seconden. Ik heb zin in Doctor Strange. Dat is de volgende. Geniet ervan. Want dit is de film van 2016 tot nu toe. Yes. En wij hebben hem dus al een week eerder gezien. Ja. Ik voel me zo bevoorrecht. Ja, hoe was dat als Marvel fan? Heb je veel jaloerse mensen? Ja. Mensen waren wel boos. Ja? Dat jij hem al mocht kijken? Ja. Mensen. Nee, maar echt gewoon ziedend. Nice. Ja. We hebben niet gevochten, maar het was wel wat frictie, zeg maar. Cool. Ja. Alright. Dat was hem. Bye bye!